Heilige Zo geeft jonge talenten de kans om zich te ontwikkelen op het gebied van samenspel en klassieke muziek. Tijdens de repetities en de concerten hebben we het samen altijd heel gezellig en door het samenspelen ontstaat er een hechte band. Maar zonder steun van buitenaf lukt het niet om de concerten en repetities door te laten gaan. En daarom vragen wij jullie hulp. De eerste keer dat ik het HSO zag optreden was op een NOTC-avond bij ons op school. En eigenlijk hebben ze elke keer daarna me weer weten te verbazen en ook inspireren. Want om een groep jongeren, als je zelf zo professioneel en gepassioneerd muziek te zien maken, ja, dat is super inspirerend en dat heeft ook echt een hele diepe indruk op me achtergelaten. Ja, het HSO is dé plek in Noord-Nederland voor jong strijkerstalent om te bloeien. En ik zou niet weten waar deze mensen anders heen zouden moeten. Ja, het HSO is onmisbaar voor de leden en ook ver daarbuiten. Ik heb met afschuw vernomen dat de Groningse Kunstraad ondanks grote waardering adviseert om de komende 4 jaar het Heidenjeugd Strijkorkest niet te subsidiëren. Zonder subsidie wordt onder andere het aantal concerten, telkens een beetje beter, flink verminderd en komt de jaarlijkse buitenlandse concertreis te vervallen. Ik heb meegemaakt wat een enorme culturele en sociale ontwikkeling deze jongelui ondergaan. De filosoof Plato zei het 24 eeuwen geleden al, muziek maakt een beter mens. En zo is het. Ben de Ligt, voormalig dirigent van het Heidenjeugd Strijkorkest. Als serviceclub Rotary in Innewiel vinden wij talentontwikkeling zeer belangrijk. Daarom bieden wij sinds 21 jaar een podium voor het Heidenjeugd Strijkorkest tijdens ons nieuwjaarsconcert. Het advies van de kunstraad vinden wij zeer spijtig. Voor jonge muzici is het belangrijk zich te ontwikkelen in samenspel en onderdeel van een orkest. Zonder subsidie kan het HGSO niet meer bestaan. Wij vragen de provincie en de gemeente Groningen het advies van de kunstraad niet op te volgen. En met subsidie de ontwikkeling van jonge muzici van het HGSO, een van de beste jeugdorkesten van Nederland, te blijven ondersteunen. Special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I am a teller.